Maar er verschijnen nog 76. Het zijn helemaal de top 4 moeilijk te maken. Er is de grootste vloot dit jaar. En dat geldt ook voor de vrouwen. Ook zij zijn goed vertegenwoordigd in Aruba met 32 surfsters. Strijdend om wereldtitelpunten en natuurlijk om een deel van de $100.000 prijzengeld. De strijd tegen de hitte is een andere belangrijke factor op dit eiland. De altijd constant waaiende passaatwind maakt van Aruba een waar windsurfparadijs. Het voor de kust van Venezuela gesitueerde eiland is een eiland met veel contrasten. Het is volledig onder de betovering van het eiland. Maar nu zijn een serieuzere stemming voor de wedstrijd. En serieus zal het er hier op Eagle Beach zeker aan toe gaan tijdens de komende slalomwedstrijden. Bij de slalomdiscipline nemen bij elke heat 10 windsurfers het tegen elkaar op. Bij de slalom wordt het zogenaamde knock-out systeem gehanteerd. Dat wil zeggen dat de eerste 4 of 5 doorgaan naar de volgende heat en de rest afvalt. Zo snel mogelijk proberen ze de startlijn te passeren op weg naar de belangrijke eerste boei. Het ronden van deze boei wordt wel eens vergeleken met het Formule 1 racen. Iedereen geeft zich volledig, gaat tot het uiterste en pas op het laatste moment wordt er vaart geminderd. Dan volgt er een zigzagkoers voor de wind waarbij hun boordhandling en zeilbekwaamheid goed op de proef gesteld wordt. Perfect grijpen, totale controle over het bord hebben en een snel reactievermogen gaan op dit niveau hand in hand. Wil je tenminste aan de top weten te handhaven. Normaal gesproken moeten de 5 boeien gerond worden, soms zelfs 7 om vervolgens zo snel mogelijk de laatste sprint richting de finish in te kunnen zetten. Tijdens de eerste kwalificatie bij de mannen geeft Björn Dankebeck de overige deelnemers hoop door een aantal fouten te maken die je normaal gesproken niet bij hem verwacht. En ondanks dat hij hierdoor 3 man wordt voorbijgevaren, wint hij deze heat en laat wederom zien dat hij de absolute leider is. Robbie Nash won zijn kwalificatieheat en eindigde onder andere boven zijn landgenoot Rush Randall. De Zweed Anders Brindel bevindt zich in alle soorten van moeilijkheden. Een gebroken voetband op dit moment van de wedstrijd voorspelt een complete ramp. Daar vliegen de finalisten van de eerste finale over de startlijn, zonder Brindel dit keer. Bij het ronden van de eerste boei is de Fransman Patrice Belbeo die een onverwachte voorsprong heeft genomen. Een voorsprong op Dankebeck die op een tweede plaats ligt. De jury constateerde echter dat hij te vroeg gestart was, waardoor hij gedisqualificeerd wordt. Bij de restart zien we het bekende beeld. Dankebeck neemt meteen de leiding. Hij vestigt er nog even de aandacht op wie er hier de kampioen is. Een duidelijke zaak ook bij de laatste boei. Ondanks de pogingen van de Deen Torkel Christensen, misschien wel een van de grootste rivalen van Dankebeck. De grote favoriet Dankebeck maakte de beste start deze week. Met behalve Christensen zijn andere 2 rivalen Bas Schuster en Bertin die hem weer flink onder druk zetten. Brindle missen we dit keer aan de top. I've been sailing with the foot strap 2 days before with that board and everything and that blow up the foot strap with the first jibe and I've been doing hundreds of jibes before. And it's just bad luck, it happens like that. It's material fatigue and it's nothing you can see really before the start of the heat, it just sometimes happens. It's the first one I blew in 3 years I think, so it's unfortunate. Pech misschien, maar Brindles geluk kwam terug tijdens de tweede slalomheat, terwijl verbazingwekkend genoeg Dankebeck gedisqualificeerd wordt voor het starten in de verkeerde heat. Zelf had hij dat pas in de gaten na het ronden van de eerste boei. En dat geeft al zijn rivalen de kans om terug te slaan tijdens de tweede finale. De Duitse Robbie Seeger gaat onderuit, maar niet voor lang. Patrice Belbeo met het blauwe zeil grijpt zijn tweede kans om te laten zien in wat voor een vorm hij is. En bij de eerste boei heeft hij voldoende voorsprong genomen om deze heat te winnen. De moeite van Robbie zeker ten spijt. En wederom laat ook Christensen zien in wat voor een goede conditie hij verkeert. Dankzij zijn enthousiasme ziet het er naar uit dat Patrice Belbeo het deze week erg goed gaat doen. I think it's more the equipment and the condition. My equipment is a lot improving from last year. And I like the sailing here also. It's quite speedy and it's good. It's a bit
hard for jive also, it's not so bad for me. Nadat de 80 deelnemers zich door de derde serie van knockout heats hebben geslagen, is het wederom tijd voor een finale. Wel, Beok heeft zich wederom geplaatst, evenals Dankerbeck en Bringle. Het is een nek-aan-nek race richting de eerste boei. Het is Bringle die de boei als eerste weet te ronden, gevolgd door Terry Chow. Maar Dankerbeck neemt de boei scherp binnendoor, terwijl wel Beok verplicht wordt hem wijd te nemen. Phil McGain is achter in het veld hard aan het werk om een betere plaats te bereiken. Terwijl ze die tweede boei naderen, is het duidelijk dat Bringle geen antwoord heeft op de enorme snelheid van Dankerbeck. Na zijn fout aan het begin heeft Dankerbeck zich nu opnieuw verzekerd van een overwinning. Bringle heeft zich ook mooi hersteld en wel Beok blijft zonder druk zetten. Dankerbeck moet zichzelf even onder handen nemen vanwege zijn fout tijdens zijn tweede slaap. I was confused because I was sailing after my first heat. And I was sitting in the water for a while out there and wasn't confused about which heat was going on. And in the hectic, I chose the wrong heat. So after the second or third drive, I noticed that the guys who said the last thing wasn't there anymore. You get discard after four races, you get two discard after seven. Obviously, I already got one of my discards, so I can't do any more stupid things. De beste vijf van de zeven wedstrijden mogen dan wel meetellen, maar ondanks dat kan de kampioen zich geen enkele fout meer veroorloven. Het is ongelooflijk, maar de naam van Dankerbeck komt dit keer niet voor bij de eerste tien. Dus wel Beok die de eerste plaats inneemt, gevolgd door Terry Chow en alle andere toppers. Opvallend is Jamie Hawkins, die op de tiende plaats eindigt van dit eerste grote evenement waarin hij deelneemt. Meer actie bij de rivalen, de Duitse Jutta Müller en de Australische Jessica Chris plaatsen achter zich om de strijd om de tweede plaats en derde plaats uit te vechten. Bij de tweede finale zien we dezelfde gezichten, maar niemand komt in de buurt van de ogenschijnlijk onverslaanbare Brit Dankerbeck. Bij het ronden van de eerste boei is er nog enige spanning, maar bij die tweede boei laat Brit weer haar supervorm zien als het op het grijpen aankomt. De enige die na Brit in zicht komt is wederom Jutta Müller. De huidige wereldkampioene vraagt zich af wat ze kan doen om deze Spaans-Hollandser te verslaan. De jonge Lucienne Ernst, de meest succesvolle Hollandse windsurfster, geeft Jessica Crisp hier iets om over na te denken voor ze zich wederom naar de derde plaats manoeuvreert. De familie Dankerbeck schijnt problemen met de concentratie te hebben. In slalom 3 zien we namelijk Nathalie Simon aan kop, de boei aan de verkeerde kant ronden en ongelukkigerwijs volgt Brit haar. Dat betekent diskwalificatie ook voor Britsen die het juist zo goed doet op het moment. Er heerst verwarring als ze gezamenlijk bij de boei aankomen. De Duitse Nathalie Siebel valt, maar ligt er nog niet uit. Ze herstelt zich razendsnel, waardoor ze haar plaats voor de derde finale veilig weet te stellen. En ditmaal een finale zonder Brit Dankerbeck. Het belooft een spannende strijd worden waarbij haar rivalen proberen om vitale punten terug te winnen. Ondanks de moeite van Jessica Crisp en Nathalie Siebel wordt het een overwinning voor Jutta Müller. Now they lengthened the first leg, so maybe it's better now, but before it was pretty much up to the start. If you had a good start, you were first at the jive mark and then you won the race. You can't really overtake on the straight reaches, but just the jive. So I think it's pretty much the ability of the sailor where you can catch up if you have a bad start. En dat zorgt voor de volgende interessante uitslag bij de vrouwen. Weer een Dankerbeck die niet op de verwachte plaats aan de top staat. Overigens wel een hele mooie zevende plaats voor de Nederlandse Lucienne Ernst. Slalom 4 zal zowel voor Britt als Björn doorslaggevend worden. Het felle niveau van de komende strijd is duidelijk bij de start merkbaar. Ze vliegen over het water en zitten dicht op elkaar.
De leiding wordt ditmaal genomen door de Fransman Patrice Belboac. Maar zijn landgenoot Antoine Albon met het roze zeil probeert hem te overlappen. Patrice aan kop, maar Dankerbeck, die een beetje laat weg was, komt opzetten. Hij is een inhaalrace begonnen. Met de eerste boei in zicht vaart Dankerbeck weer aan de kop. Rond de boei lekker strak. En door de binnenkant te nemen zet hij Belboac ook buitenspel. Dankerbeck vaart in de schone lucht richting de tweede boei. Belboac probeert zijn verwarring te boven te komen. Hij is vastberaden om zijn eerste plaats te heroveren en zet alles op alles als ze voor de tweede keer richting de tweede boei afstevenen. Dankerbeck, inmiddels op volle snelheid, realiseert zich dat hij een belangrijke grijp inzet. Hij is volledig geconcentreerd en hij weet het, hij kan zich namelijk geen fouten meer veroorloven. Hij rond de boei behoedzaam weet dat Belboac achter hem op de loer ligt. Maar de Fransman zet zich te veel onder druk, hij valt en ligt eruit. Albon weet hem te ontwijken en gaat door, gevolgd door Torkel Christensen en Fabian Pendel. US 19, Mika Bouzianis probeert binnendoor te komen, maar valt over Christensen. Babinage met het roze zeil en Ralf Bachschuster omzeilen de problemen letterlijk en figuurlijk en zetten hun aanval weer in hun pandel. Dankerbeck heeft inmiddels een mooie voorsprong. Koerst op de derde boei af en realiseert zich dat er niemand meer bij hem in de buurt ligt. Het is een hele afstand, maar Albon is vastberaden om bij Dankerbeck in de buurt te komen. Dankerbeck rond voorzichtig boei 4. En het ziet eruit dat Albon in ieder geval in staat is om bij hem in de buurt te blijven. Ook Pendel vecht door. Met Nash, die met vuur aan de schenen ligt, voor een vijfde plaats. Pendel en Nash vervolgen een nek-aan-nek gevecht als ze naar beneden gaan richting de volgende boei. Ondertussen rond Dankerbeck schijnbaar op zijn gemak de vijfde boei. En ook Albon rond de vijfde boei netjes. Hij is tevreden met zijn tweede plaats, maar geeft de strijd om de eerste nog niet op. Tijdens deze finale moesten er 7 boeien gerond worden. Björn ligt mooi aan kop, maar terwijl hij richting de 6e boei surft, slaat het noodlot wederom toe. Weer een fout van Dankerbeck. Zijn achtervolgers maken daar gretig gebruik van. Albon is de eerste die hem passeert, gevolgd door Pendel en door Nash. Dankerbeck heeft zich weer hersteld, maar de jonge Fransman Albon is niet van plan om zijn koppositie in te leveren. Het gaat nu richting de laatste boei. Dankerbeck zit Albon op de hielen en voert de druk op. Phil McGain zit op zijn beurt weer vlak op Dankerbeck, hopend punten van de kampioen af te kunnen pakken. Dit wordt dan het laatste stuk van de wedstrijd. Albon probeert wanhopig zijn voorsprong op Dankerbeck te behouden, die hem steeds dichter nadert en op zijn beurt Phil McGain weer op zijn hielen. Het lukt Albon toch om als eerste de finishlijn te passeren. Vlak daarop gevolgd door Dankerbeck, die meteen richting zee draait om zijn teleurstelling te verwerken. Nash overschrijdt de finish op een meer spectaculaire wijze. Nash is misschien blij met zijn 6e plaats, maar de jonge Fransman Albon viert zijn eerste belangrijke slalomoverwinning. Hoe voelde hij zich toen hij Dankerbeck voor zich zag vallen? I am very happy. And I go and I go very fast. And in the last jibe, I just turn my head one time. And after, I go. Albon zocht een beetje naar woorden, maar ook de wereldkampioen die in zijn zeil refereert is ditmaal kort van stof. Bye bye.
En ook Anders Bringel heeft weinig te zeggen als hij met zijn pech wordt geconfronteerd. Het is duidelijk een meer geïnspireerde Bringel die zich kwalificeerde voor de vijfde finale. En ditmaal maakt hij een perfecte vliegende start. Als ze die tweede boei naderen, ligt Bringel eindelijk in de positie waar hij de hele week voor heeft gevochten, voor Dunkerbeck. Nu is het zaak om deze plaats te behouden. Babinesh, zoals altijd met het roze zeil, ligt achter ze, klaar om van elke fout gebruik te maken. En achter hem zien we Phil McGain, die de zaak zoveel mogelijk onder druk zet. Maar bij de vierde boei ziet het eruit dat Bringel Dunkerbeck onder controle heeft. Hij ligt 1, 2, 3, 5 seconden voor op Dunkerbeck. Uiteindelijk dan een spannende eindstrijd tussen Bringel en Dunkerbeck. Babinesh kruipt voorwaarts richting de twee aanvoerders van de overall ranglijst. Gevolgd door Phil McGain, die deze week goed gepresenteerd